Mart Lieder, jullie verliezen vandaag met 1-3. Jij maakt wel je eerste doelpunt. Jammer genoeg heeft het je doelpunt geen waarde. Nee, wat je zegt. Leuk dat ik die eerste erin leg, maar je staat met lege handen. En zijn drie punten toch wel belangrijker dan mijn goals. Hebben jullie een lesje van in effectiviteit gekregen? Hè? Met name de eerste helft. Twee keer een goede steekbal van een van hun beste spelers, Berghuis. En dan staan jullie 2-0 achter. Ja, ze staan twee keer niet op te letten. En loop je twee keer tegen de lamp en staat het in één keer 2-0. Ik denk dat we daarvoor zelf ook nog een goede kans hadden. Maar die gaat er niet in. En is het lastig voetballen tegen 2,5 stand. Dan komen we de tweede helft komen goed terug, denk ik. Ook met die goal. Maak je de aansluiting treffen. Maar ja, hij vloog wel erg snel weer bij ons in 3-1. En dan is het, hadden we nog aardig wat kansen, maar hij wilde er niet meer in. Tegen Zwolle verloren jullie thuis, speelden jullie goed, kregen jullie de complimenten. Nu krijgen jullie ongetwijfeld weer complimenten, maar ja, daar koop je zo weinig voor. Ja, nou ja, goed, ik denk dan alle complimenten voor de tweede helft vandaag. Maar ja, daar koop je weinig voor. Heel gek moment, er werd een vrije trap van jullie genomen en er stonden 3-4 spelers van jullie te dansen voor zo'n keeper. Is dat een nieuwe noviteit in het Nederlandse voetbal? Hoe komen jullie eraan? Ja, onze keeperstrainer die had het bedacht en die zei dat het erg vervelend is voor de keeper als hij niet kan zien waar de bal ligt. Dus dat was de bedoeling een beetje. Ja, dan moet hij eigenlijk, moet zijn bal raak zijn, want dan gaat hij de wereld over. Ja, en goed, helaas. Ja, jullie verliezen dan de tweede thuiswedstrijd op rij. Ja, aan de ene kant kan je zeggen geen schande, maar ja, langzaam maar zeker gaan jullie wel wat kelder op de ranglijst. Maken jullie al zorgen? Nee, ik denk dat als we zo voetballen dat we nog genoeg punten gaan pakken om rechtstreeks erin te blijven.